Markt Zuid aan de Willem-Campagnestraat is vandaag weer in gebruik genomen. De afgelopen twee weken is niet alleen het terrein aangepakt, maar ook een aantal oude stands zijn hersteld. Onder toeziend oog van onder andere districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Mike Nerkust, vond de herin-gebruikname vanmorgen plaats van enkele units onder de markt. Nerkust geeft aan dat er weer een grote mijlpaal is bereikt. Hij is blij dat de markt er nu helemaal verfraaid uitziet en de venters hun waar kunnen aanbieden aan het publiek. Verandering is nodig. Verandering brengt ontwikkeling. En niet altijd begrijpt iedereen de verandering. Maar het moet komen om zodoende een groei te kunnen doormaken. 改变是必须的, 只有通过不停的改变才能够达到发展. En met de opening van dit gedeelte, van heropening van het gedeelte van de Markt Zuid, toch? En straks ook de winkels, toch? En de vis en vlieshal bij elkaar, toch? Hopen wij alvast de eerste start te hebben gegeven aan een andere dimensie binnen het gedeelte van Markt Zuid. Marktmeester Cyrano Walker zegt dat er veel werk is verzet in de afgelopen periode. Een aantal kleine Chinese ondernemers zal op deze markt vanaf vandaag ook goederen en voedingswaar kunnen verkopen. Walker geeft aan dat de komst van de Chinese venters een toegevoegde waarde heeft voor het marktgebeuren in Abrabroki en omgeving. Ik ben als marktmeester nu bij Kas 2 maanden aangesteld en heb mij tot nu toe ingespannen om deze markt te verfraaien en naar grotere hoogte te tillen. Zo kunt u merken dat er reeds gewerkt is aan de verlichting van de markt. De nieuwe vishaal is reeds geopend en is de markt gedeeltelijk gewassen. Ik dank ieder die zich enorm heeft ingezet om dit heugelijk feit vandaag te vieren. Ik verwacht dat onze Chinese broeders een bijdrage zullen leveren bij het verder ontwikkelen van de markt. Ik reken op een constructieve houding van de overige marktvenders, zodat wij met z'n allen de markt kunnen tillen naar grotere hoogte. Marktmeester Cyrano Walker over Markt Zuid aan de Willem-Campagnestraat, die vandaag weer in gebruik is genomen. De afgelopen twee weken is niet alleen het terrein aangepakt, maar ook een aantal oude stands zijn hersteld op de markt.